Ferdinand. En dan die krantfinale. Wat gaan we dan meemaken? Ja, de krantfinale, dat gaat weer één prachtig, groot, mooi muzikaal spektakel worden. Van allemaal ja, kerstmuziek. Kan iedereen meezingen, gezellig, naast elkaar, genieten. We hebben een hartstikke mooi projectkoor en daar gaan wij hartstikke druk mee repeteren. Zij doen mee. Nou, dat zal bestaan uit zo'n ongeveer 30 man. Dan hebben we nog een aantal solisten met onder andere Suzanne Snoek, Sarah van het Zand, Esmee van Dijk, Peter Kip, Wiert Drent, Laurens Bijker. En nog een paar andere hele mooie stemmen. En dat allemaal onder begeleiding van Luco, Hans en de zelf geformeerde band. De grand finale gaat plaatsvinden in de Van Dedemtuin achter de Van Dedemkerk. Hoe gaat dat eruit zien dan? Nou, voor een ieder wie bekend is met de Van Dedemtuin, een prachtig mooi hoe moet ik het zeggen, plein, hof, locatie achter de kerk. En dat zal dit jaar dus tussen de kerstmarkt en de kerk plaatsvinden. Daar is een heel mooi grasveld. En vanaf dat grasveld kun je heel mooi in een hoek gaan kijken en dan zie je een podium uitgebouwd waar dus op door middel van licht, muziek, een spektakel zal plaatsvinden. Dit dus door middels van, ja, zoals ik net al noemde, licht, muziek, dans en zang. Annette, maar er komt ook een kinderkoor onder leiding van jou. Ja, dat klopt. Ja, vorig jaar is dat ook al zo geweest. Zijn we met het kinderkoor, hebben we ook al meegedaan. Hebben we met het projectkoor meegezongen. Nou, dat is natuurlijk geweldig voor de kinderen om dan mee te zingen. En dit jaar hebben ze ook nog een eigen lied. Dus ze krijgen een eigen song op het grote podium. Dus dat wordt helemaal geweldig. Ja. Wat gaan ze nog meer zingen dan? Ze krijgen een eigen lied, maar... Ja, ze gaan dus ook nog met het projectkoor meezingen. Hele mooie songs. Nou, dat ga ik nu nog niet verklappen, maar heel cool. Ze mogen zelfs in het Engels zingen. Nou, dat is voor kinderen natuurlijk helemaal fantastisch. En ik zou ook zo zeggen van andere kinderen, ja, kom gewoon lekker daar naartoe en zing lekker met ons mee. Dus ja, het is zo'n mooi feest voor iedereen, voor groot en voor klein.